Maakt niet uit. Vandaag is de Breeders Auction, de Niigata Breeders Auction, waar alle kwekers hun mooiste vis aanbieden. Kijk mee! Eerste mensen, het is 9:45, het begint om 11 uur. De eerste mensen zitten al op een plekje. Of hebben een plek al gereserveerd aan de tas. Ja, dat heb ik ook gedaan. En we gaan vandaag een hele mooie vis scoren. Ik weet het zeker, denk ik. Wat een resultaat. Igarashi. Bij Igarashi. En dan heb ik het over de Igarashi waar ik nu kan nu de kwekerij zien. In het Yamakoshi gebied. Dus niet de Igarashi waar we heel veel zijn geweest de afgelopen week. Maar de Igarashi waar we wel een paar keer zijn bezig kijken. En dan was hij er niet of we kwamen er niet uit met de prijs. Nou, nu zijn we er wel uitgekomen met een hele mooie Beniki Kuril. Zo verschrikkelijk schoon, zo een mooie vis. Helemaal te gek. Een Awakabaya van Yamanaka Oya. En daar was een verhaal achter, of daar zit een verhaal achter. We hebben... Een klant is daarna al een poos naar op zoek. En daar, die heb ik dus nu gevonden.
Maar die wilde de nummer 1. Dus dat had ik gevraagd aan Yamanaka. En die zei van ja, ik heb wel een nummer 1. Maar de echte nummer 1 staat op de veiling. En ja, die kan ik dus niet verkopen. Want ze melden dat van tevoren aan, hè, bij de veiling. Nou, dus hij gaf aan, ja, dan moet je daar gaan bieden. En dat is me gelukt. Dus ik heb de vis te pakken. En nou, ik denk dat de klant helemaal gelukkig is. Stel nou dat hij, ik zet hem wel gewoon hier in dit filmpje. Stel dat de klant zegt, nee, ik heb toch iets anders op het oog. Dan is hij natuurlijk nog steeds te koop. Maar ja, ik kon hem gewoon uit de losse pols kopen. Omdat ik dacht, ja, dit is helemaal te heen. Blijft heel goed. Grote vis al. En ja, mooie vis. Dus dat is die. Dan heb ik nog een hele mooie Hi-Utsuri van Maruyu. Dat is de kleine Isa. En daar heb ik een hele mooie Hi-Utsuri. Groot, diep rood en super schoon. Er zit zo weinig spotjes op. Dat is ongelooflijk. Dus dat is helemaal te gek. Grote vis. Moet ik me even concentreren, hoor, jongens. Wat heb ik nog meer? Hi-Utsuri. Oh, ja. De Metallic Oshiba. Grote Metallic Oshiba van Kazen. Dus dat is ongeveer onze hoofdkweker dit seizoen. Nou, ik ben nog op de helft, maar we hebben een mooie vis al gekocht. De Deutsche Showa. Twee keer een Deutsche Showa. En nu deze Metallic Oshiba, maar heel schoon, hele volle grote vis. Nou, die worden super tam en hij is zeker nog goed te betalen. Dus dat is helemaal goed gegaan. Ik zit ondertussen te denken welke heb ik nog meer gekocht. Ik hoef niet eens op mijn lijst te kijken. Een schitterende Sanke van Torazzo. Het was de eerste vis van de veiling. Een mooie vis, helder. Fantastisch groot, dus ook die heb ik kunnen kopen. Blij mee. Nou ja, dat is hem. Dat is het. Ja, dat is het. Ik ga nu snel naar het hotel, want de site met alle afbeeldingen erop, die is vaak al na een paar uur offline. En ik wil natuurlijk de filmpjes laten zien aan jullie en de foto's. En wie weet, als jullie nu de filmpjes zien, dan is het gelukt. Ik zal ze nu achter elkaar laten zien en dan kom ik na de beelden weer terug. Yeah.
gaaf, hè? Jeetje, wat een mooie vissen. De codes heb ik erbij gezet, dus je kan erop reageren. En vragen naar de prijs kan natuurlijk nooit kwaad. Doen naar info@arts-ens.nl. En dan krijg je zo snel mogelijk een berichtje. De mail gaat heel snel en Messenger gaat ook goed. Dat was het eigenlijk voor vandaag. Dus een kort filmpje. Maar ja, voor mij een hele goede dag waar ik naar uit had gekeken. Helemaal top. Morgen ben ik weer met een nieuw filmpje. Kom ik op de proppen. En de oogst van de Tansho Showa. Die heb ik al anderhalf week geleden gedaan. Alleen het filmpje ben ik druk mee geweest en heb ik steeds tussendoor gemaakt. Dus die komt morgen online, maar vandaag de veiling. Bedankt voor het kijken. Meld je nog even aan, hè? Subscribe. En dan abonneer je. Dan heb je als eerste het aanbod. En ik vind het ook erg leuk. We zitten nu op 28.000 abonnees. Helemaal te gek al. En wie weet gaan we al snel naar de 30. Hoi hoi.